...bij het Park en ik heb net een hele reeks ballonnen binnengehaald... ...en natuurlijk niet losgelaten uh, bij een van de beelden. Uh, hier, ...hier achter mij en ik wil even de catalogus natuurlijk uh, trots, uh, trots laten zien. En dit zijn uh, ja, vijf hele mooie beelden uh, zodat als je het rondje maakt langs het Singelpark... ...als je loopt, dat je tegelijkertijd je ook kunt verbazen, verwonderen... Uh, ...misschien zelfs wel irriteren of boos worden of wat je er ook van vindt. Maar we hopen in ieder geval dat het uh, ja, van alles oproept... Uh, en, ...en dat mensen er ook natuurlijk uiteraard heel veel plezier aan beleven. Sandra Spijkerman heeft het eerste idee uitgewerkt en Leon Perlo heeft uiteindelijk gezorgd dat de beelden ook in het park geplaatst zijn met alle vergunningen en het hele traject wat daarbij hoort. Over een jaar komt er nog een zesde beeld bij, maar daar wordt hulp van de Leiden naar bij gevraagd en dan blijven ze drie jaar in het Singelpark staan. Heeft u zelf een favoriet? Uh, ja, ik vind het beeld waar we hier eigenlijk nu het dichtst bij staan van uh, Man, Man on the Pole van Fernando Sanchez Castillo vind ik zelf een hele mooie. Hij is heel subtiel, want hij zit boven op die paal te zitten en eigenlijk te wachten. Een vluchteling die wacht op zijn kans om naar Europa te komen. Uh, en het beeld wat dat oproept toch ook van de, de eenzaamheid en de hoop uh, op een betere toekomst, uh, vind ik een, een heel, mooi, uh, heel mooi verstild beeld. En hij past denk ik heel goed hier in deze omgeving. Jullie hebben net de opening gehad. Iets anders dan, dan jullie je hadden voorgesteld, waarschijnlijk? Ja, ook bij het Singelpark moeten wij op de corona letten. En een beetje op het milieu. Dus we hebben de wethouder gevraagd om ballonnen in te halen en niet op te laten. En uiteindelijk maar met een heel beperkt groepje mensen. En we hopen in het voorjaar of in de zomer volgend jaar. daar meer aandacht aan te besteden. Wij gaan weer een dag van het singlepark organiseren rond de langste dag en dan gaan we het nog eens dunnetjes over doen.